Het afsteken van vuurwerk is natuurlijk één, maar vervolgens moet dat vuurwerk ook worden opgeruimd. Dat deden ze onder andere in Almere Poort. We willen goede burger zijn. We doen dit uit vriendelijkheid voor de mensen in de buurt. We steken zelf geen vuurwerk af. Dat vinden we zeg maar geldverspilling. Maar we willen gewoon. Het is gewoon een vriendelijke gebaar. We doen het uit vriendelijkheid. Dan moet je dus op 1 januari vroeg je bed uit. Bij de moskee was eerst nog een gebed. Daarna was het dus vuurwerk opruimen. Oh nee, het was juist op plezier. Ja. Is goed? Ja, alhamdulillah is goed. Dit is alles. Zawaai is goed. Ja. Ja. En ook al veel opgehaald? Nogal, want we hebben overal van die vuilophaalpunten. En dan deponeren we dat. En de jongens zijn weer bezig allemaal. En gaat aardig. Voor u een traditie ook eigenlijk? Ja, ik ben er mee opgegroeid, kan ik inmiddels wel zeggen. Als een klein jongetje was ik ooit begonnen met mijn vader. En inmiddels ben ik 30 plus. Dus ja, al meer dan 2 decennia kan ik met garantie zeggen dat we dit al doen, ja. Almere Poort is nu weer een stukje schoner. En dat is fijn als het leven op Nieuwjaarsdag straks weer op gang komt in de buurt. Krijgt u ook reacties van mensen op de straat? Nou, iedereen ligt nog in bed, maar over het algemeen altijd positieve reacties.